Er is bier, er is zon en er is voetbal. En het strand krijg je er nog gratis bij ook. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een heerlijk voetbalmiddagje voor de Ajax-fans hier in Valencia. In de binnenstad en aan het strand leven de fans toe naar de wedstrijd van woensdagavond. Zo, we staan hier Marina Beach in Valencia. Niets te klagen, denk ik. Nee, dat is goed toeven. Een soort mini-vakantie in plaats van een voetbalwedstrijdje bezoeken. Ja, want wat hebben jullie net gedaan hier? Een biertje gedronken? Klein biertje. Kleintje inderdaad. Weg te zakken? Hoe bedoel je weg te zakken? Nou, biertje erbij. Nee, we zijn ons aan het scherp maken voor vanavond. Hoe lang zijn jullie al? Vanmorgen aangekomen om 11 uur denk ik. Toen naar het hotel en nu even naar het strand hier. Mooi weer. Beter als in Nederland. Ja, zeg dat wel. Het zonnetje staat er lekker op. Ja, het ziet er prima. Het is een mooi weer. Wat een leuke avond zo. Cheers. Cheers, jongens. Cheers. Tot de overwinning. Tot de overwinning. Mooi man. Ja, jongens. We zitten in Valencia. Toch gewoon een Heineken? Toch gewoon een Heineken. Ja, Amsterdam hè. 1 ster. Eigenlijk zijn we 3 sterren. Maar Amsterdam. Ik heb net de vrouw van Martinez en Tagliafico ook binnen zien liggen. Dus die zijn er al klaar voor, zag ik. Dus ik ga er vanuit Martinez en Tagliafico ook. Dus dat moet goed komen. Hoe smaakt het bier? Prima, ja, lekker. Ja, zeker in het zonnetje. Veel beter is met de regen, toch? Tuurlijk. Ja, moet je niet het strand op? Nee, want het wordt te warm. Zo is goed. We zitten hier lekker. Lekker in de schaduw. Drankje erbij, prima. Wat is je eerste indruk van de stad? Ja, een mooie stad. Sowieso is het gewoon eigenlijk met de zon erbij en het klimaat wat je in Nederland niet hebt, is het alleen maar super dat we hier op een soort inderdaad mini-vakantie eigenlijk zijn in plaats van een voetbalwedstrijd bezoeken. Ja, ik kan me ook wel slechtere plekken bedenken voor een uitwedstrijd. Ja, de focus ligt nog niet echt op de voetbal eigenlijk. Wanneer gaat dat veranderen? Ja, zometeen over een uurtje. We gaan even zometeen wat eten en dan gaan we richting het plein waar alle Ajax-supporters zich verzamelen. En dan gaan we springen en het stadion in. Is het al een beetje druk? Heb je veel Ajax-supporters gezien? Nou, hier waren eigenlijk alleen maar Ajax-supporters. Dus dat was wel leuk om te zien. Dus ja, top eigenlijk. Dik van elkaar. Wat vinden jullie van de stad? Ja, prachtige mooie stad. Mooie architectuur en mooie restaurants. Lekker eten. Tapas zijn heerlijk hier en het bier is heel goedkoop. Top, ja, mooi hè. Wat verwacht je van de wedstrijd? 3-1. Ja, ik hoor allemaal geluiden om me heen, maar 1-3. 1-3. Het vertrouwen zit wel goed. Ja, tuurlijk. Bluffen. Gewoon gaan. Ik denk dat we 1-4 gaan winnen. Ik ben naar Madrid geweest, er werd ook 1-4. En ik heb vandaag weer 1-4 in mijn hoofd, dus dat moet lukken. 1-3 gaat het worden, ja. Ja, overwinning mee naar Amsterdam. Heb je een voorspelling voor vanavond? 1-2. 1-3. 1-3. 0-2. Nou, dan kunnen we proosten, denk ik. Ja, ja.